Deze week in Kraak. Chaos rond de Merwedebrug. Ellen Kroeze van werkgeversvereniging BZW is woest. De Tilburgse schrijver Anton Doutzenberg presenteert zijn tweede glossie over armoede, de Quiet 500. En Daisy Martens doet alles wat ze doet op haar school in Helmond. Ze werd leerkracht van het jaar. Zondag in Kraak.